Een medewerker van Chemiepak in Moerdijk heeft bekend dat hij de megabrand heeft veroorzaakt. Hij ontdooide met een gasbrander een pomp waarmee chemicaliën werden overgepompt. En die pomp die vatte vlam en dat veroorzaakte de verwoestende brand op 5 januari van dit jaar. Toch is de medewerker niet aangeklaagd. Volgens de advocaat van de directeur van Chemiepak hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen omdat hij een bekentenis heeft afgelegd aan justitie. Hem zou zelfs immuniteit zijn beloofd. Hem is gezegd dat al in een vrij vroeg stadium overigens, dat het niet zou uitmaken wat hij zou gaan verklaren, maar dat hij sowieso niet meer als verdachte zou worden aangemerkt. En dan komt het erop neer dat hem feitelijk is gezegd, je wordt niet meer vervolgd. En dat is ook gebleken, want in het rijtje van personen die zijn gedagvaard voor de rechter volgende week vrijdag, daar zit hij niet bij. Drie mensen van Chemiepak, onder wie directeur Spiering, moeten wel voor de rechter verschijnen op verdenking van brandstichting. Aanstaande vrijdag begint hun proces. Ja, en of justitie inderdaad strafrechtelijke immuniteit heeft beloofd aan de veroorzaker van de brand, dat is nog niet bevestigd.